We krijgen de laatste tijd veel reacties van winkeliers en consumenten dat ze last hebben van straatverkopers, maar bijvoorbeeld ook enquêteurs in de winkelstraat. En ja, dat is natuurlijk vervelend dat ze regelmatig worden aangesproken. En op die manier lopen mensen om de straatverkopers heen en missen ze de winkel. Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Als er geen regels zijn, dan komen er natuurlijk steeds meer verkopers en enquêteurs of flyeraars. En zolang er geen regels zijn, ja, dan blijft dat natuurlijk maar gaan. Dus om die reden luiden wij nu de noodklok. Want er moeten regels komen. Gemeentes moeten daar afstemming in vinden met de winkelier en op die manier kunnen we het probleem aanpakken. Je loopt er wel omheen, ja. Ik doe het wel hoor. Of ik moet echt in die winkel zijn, dan heb ik zoiets van, nou nee, sorry, geen interesse en dan loop ik wel door. Maar ja, het is wel hinderlijk. Het hangt er vanaf hoe ze je benaderen. Als dat vriendelijk gaat, dus als er ruimte is om te roepen, nou nu niet, of gewoon door te kunnen lopen, dan is het allemaal prima. Ja, kom nooit uit. Als je op straat bent, dan doe je een boodschap. Je slentert niet. Dus ja, ik ontwijk ze. Maar ik vind het wel gezellig. En er zijn hele aardige bij. Totaalverbod op straatverkopers lijkt mij een goede optie. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat het wel een probleem is. Kijk, als mensen erover klagen, dan ja, fijn. Maar wij doen ook gewoon ons werk. En we proberen altijd wel rekening mee te houden om niet erg in een deuropening te staan. En als er nog geklaagd wordt, of als iemand naar ons toe komt, dan zijn we zeker bereid om te verplaatsen. Ja. Dus ik snap niet waar dan vaak van die klachten vandaan komen. Want zelf horen we het niet heel snel. En wanneer het wel eens gebeurde, dan zijn we ook zeker verplaatst. Regels waar we aan denken is bijvoorbeeld dat je in bepaalde gemeenten op bepaalde dagen mag flyeren of straat verkopen. Of dat bijvoorbeeld op bepaalde zones in een gebied een maximaal aantal mensen die zijn producten of spullen wil verkopen. Dat zijn allemaal oplossingen. In sommige gemeenten gaat het goed, nou, daar hoeft in principe dan niks gedaan te worden. Een vergunning kan ook een oplossing zijn. Dus er zijn verschillende oplossingen en regels voor te bedenken.